Jonas Mokhtar, gefeliciteerd. 4-jarig contract bij FC Twente. Dankjewel. Dankjewel. Ben je er blij om? Ja, ik denk dat je dat wel van mijn gezicht kan aflezen dat ik er blij mee ben. Ja, tuurlijk, ik ben er hartstikke trots op. Waarom FC Twente? Het is gewoon een topclub en de speelstijl, alles past bij mij eigenlijk. Het is vol alleen dan in het groot. Gerard Nijkamp, aan het einde van de transferperiode toch nog het vertrekken van Younes Mokhtar naar FC Twente. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk hartstikke jammer voor de club. Alleen, het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen en het is vanochtend definitief geworden. Je kwam hier vanuit de jeugd van PSV. Je wilde ervaring opdoen bij PEC Zwolle. Nou, als je zo terugkijkt, een jaar gespeeld, gelijk de transfer naar Twente. Hoe kijk je terug op die periode bij PEC Zwolle? Ja, ik ben hartstikke trots op dat ik voor Zwolle heb mogen spelen. En dat Zwolle mij die kans heeft gegeven, ben ik ook heel erg blij mee. Ik kijk tevreden terug naar een fantastisch seizoen. 11e geëindigd, halffinale beker. Nu beginperiode koploper, alles is gewoon fantastisch gegaan bij Zwolle en daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ja, ik moet zeggen, dat maakt ons wel trots. Dat we toch maar weer in staat zijn geweest dat we spelers die ergens vastzitten in een ontwikkeling. In dit geval was dat met Younes bij PSV, kwam daar niet verder naar het eerste elftal toe. Dat wij die hebben opgepikt, dat we zijn talent hebben geïdentificeerd. En hem het podium hebben gegeven, Eredivisie. Nou, dat heeft hij fantastisch ingevuld. 6 assists en 6 goals vorig seizoen. En nu stond hij alweer op 3 assists en een goal. Ja, prima ontwikkeling doorgemaakt. Ja, veel mooie momenten. Wat heb je hier geleerd? Ja, heel veel. Het is toch Eredivisie niveau. En je leert hier toch wel wat volwassener spelen. Eredivisie is toch wel wat volwassener dan Jupiler League of de beloftecompetitie. Ik heb zoveel dingen geleerd hier bij Zwolle, dat ze nou niet allemaal op te noemen. Maar ik denk dat je dat wel in mijn spel kan terugzien. En nu dan een stap naar Twente. Twente doet mee bovenin. Is het een lastige stap, denk je? Nou, op zich valt het wel mee, want PEC Zwolle draait ook bovenin mee. Dus het zal wel even een omschakeling zijn. Maar ik kom zelf van PSV en daar lag ook altijd wat de druk om altijd te winnen en bovenin mee te draaien. Dus. Op zich verschilt dat niet heel veel. Ja, als je het dan zo bekijkt, doe je eigenlijk een stapje terug. Als je het zo zegt, wel ja. Ja. Dit speelt natuurlijk al een tijdje. We hadden gehoopt dat het iets eerder afgerond zou worden. En op een gegeven moment ga je erin geloven dat het goed gaat. Hè? Dus dat hij zou blijven. Want dat hebben we altijd voor geopteerd om Younes bij de groep te houden. Daarvoor hebben we ook nog een poging gewaagd om het contract open te breken. Helaas niet gelukt. Maar goed, we moeten verder. Huiswerk gedaan en we gaan kijken of wij op zeer korte termijn binnen deze transferperiode nog iets kunnen gaan doen. Bedankt voor het leuke seizoen hier afgelopen seizoen en de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen. En we wensen je veel succes bij FC Twente. Ja, jullie ook hartstikke bedankt voor alle steun en alle fans wil ik ook bedanken voor hun steun naar mij toe. En ik hoop dat Zwolle zo hoog mogelijk eindigt dit seizoen.